is allemaal van ons. Alles is van ons. Zullen we een van die andere pieces gaan proberen, Stefan? Ja. We zijn begonnen met een gratis konijn. En we hebben nu een 6-persoons appartement midden in een wintersportparadijs. Voel je al een beetje thuis hier, Stefan? Ik voel me gelijk alsof het ons huis is, hè? Ja, het is ook van ons. Ja, gek idee. Ja. Maar Albert, het zijn dus 2 appartementen. Ja, het zijn 2 appartementen en die hebben ze samengevoegd. Een soort geschakeld appartement. Oh, dit is meer iets voor kinderen. Oh. Het is een kinderkamer. Ja, maar het zijn wel gewoon volwaardige bedden, hè? Oh, kijk. Vanavond eten we bolognese. Oh, wie had het ooit gedacht, hè? Toen nou, we begonnen. Ja. Dat je kan ruilen tot in ieder geval een huis. Ja, het is verbijsterend. En hoe vaak hebben we nou geruild? Ja. 8 keer of zo? Ja. Ja. Ongelooflijk. Als je gewoon gaat ruilen, dan heb je gewoon binnen 8 keer heb je een huis. Bizar, ja. Joehoe! Te gek, hè? Te gek, man. Ik voel me helemaal tot rust komen hier, Stefan. Ja, heerlijk. Heb jij dat ook? Ja, op je gemak voel je. Ja. Die frisse lucht hier en al die gemütliche, freundliche Menschen. Ja, en hele goede sneeuw. Goede sneeuw, ja. En groot gebied ook wel eigenlijk. Groter dan ik dacht. En wat je opvalt is dat je heel veel familie ziet met kinderen. Ja. Oostenrijkers, Tsjechen, Duitsers. Die komen allemaal hierheen. Ja. Ik kan ook echt een tocht maken. Moeten we dit wel ruilen? Nou, je gaat wel twijfelen, hè? Ja. Wie er zou zijn.